Kijk eens, daar hebben we mijn grote vriend Arend van de Bovenkamp. Je heeft in de gaten dat er wordt gefilmd. De grote glimlach zet hij op. Het is bijna Duits. Miet. Unterweg. Miet. Miet Johan. Ik rijd de file voorbij. We hebben hier twee stenen. Deze twee. Video van Onderweg met Johan. En in deze video hebben we een primeur op dit kanaal. We gaan internationaal. We gaan namelijk naar Duitsland. Jawohl! Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik al een adres gelost. Ik stond natuurlijk weer onnoemelijk vroeg ergens in de woonwijk te lossen. Weet je wat het is? Eigenlijk vind ik het ook helemaal niks hoor. 's Ochtends om 6 uur, kwart voor 6 was het eigenlijk. Kwart voor 6, 6 uur al in zo'n woonwijk te staan. Officieel mag je pas vanaf 7 uur bouwherrie maken. Ja, weet je het is? Ik heb nog best wel veel werk daarna. Ja, dan hebben die slapende mensen niks mee te schaften natuurlijk. Maar ja, daarom willen wij 's ochtends zo vroeg mogelijk de eerste lossen. En die woonwijken, nou ja, doe maar. En als je dan 1 of 2 pelletjes hebt, dan ben ik zo weg. Maar dit waren er gelijk weer 7. Maar is ook weer goed gekomen. Ik had het kraantje stationair laten lopen. Dan kan ik wel iets minder snel kranen, maar het ging nog redelijk vlot. Ik heb niemand gezien of gehoord. Ja, er kwam een vrouw langslopen met een hond en die lachte vriendelijk naar mij. Dus, maar goed, dat hebben we ook maar weer gehad. We zijn nu onderweg naar Aalst. En Aalst, dat ligt ongeveer globaal, pak hem weg, gooi hem weg, grote lijnen, tussen Zaltbommel en Gorinchem. En aan de andere kant van het water. Dan moeten we los op camping. Nou, de tijd dat we zijn is het tegen 7 uur. Slaapt ook nog iedereen. Nee, ik ben daar vaker geweest in het verleden en ook gewoon op tijd gelost. Een klant van ons heeft daar een opslag. Die doet daar rondom de caravans de bestrating aanleggen, etc. En hun hebben daar een opslagje en daar kan ik gewoon bij. Dus, maar ja, goed, ik sta wel naast de caravans. Maar ja, dat is niet anders. Dat is wel een mooi plekje om te laten zien, dus neem ik jullie even mee naartoe. Oesh. Even bremsen. Bremsen. Ja, dat is remmen in Duits. Ajo. Ik moest vast oefenen natuurlijk, want ik moest straks wel in mijn rol komen. En dan moest ik ook een beetje Duits spreken. Oh my god, oma in de nachtjapon. Dat is maar goed dat er een container voor staat. Dag mevrouw, goeiemorgen. Oh, niet te enthousiast. Als het goed is, gaat de slagboom automatiek open. Bij de receptie is er nog niemand. Zo, het is wat hè. Scheur gewoon even camping op de vrachtwagen. Alsof het niets is. God, het verandert hier ook zeg. Hier hadden ze eerst opslag. Nou, dat gaat niet. We hebben een nieuwe chalet geplaatst. Wat een mooie, een grote. Hier ook. Hier ook al geen opslag meer. Ja, jeetje. Jeetje, mineetje.
Dan moet ik het nou weer kwijt, jongens. Degene die u probeert te bereiken heeft voicemail uitgeschakeld. Ja. 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 Dat is leven. De vrachtwagenchauffeur, hè. Waar zijn de mensen die ze nodig hebben? Ik denk dat ik ze hem gewoon hier inzet. Dan vindt hij ze wel. Nou, eind goed, al goed. Er kwam net een medewerker aanrijden en die zei dat ze daar perfect stonden gelost. Ik zei, dat is de service van Henke. Mooi, jullie gaan weer op mijn hoofd. We gaan draaien en tjuruk. Maar hoe ga je hier wegkomen dan, Johan? Nou, ik ben hier vaker geweest. Ik kan hier draaien. Echt waar? Ja, echt waar. Zou ik niet zeggen, hè? Maar dan red ik. Raampje open. Moeten jullie eens opletten. Deze steentjes heb ik ook gebracht. Ga je er nu overheen? Nee, daar ga ik niet overheen. Kijk, hier draai ik hem ervoor langs. En daar draai ik hem ook langs. Ah, oké, een stukje door het gras dan. Maar dat mag. Hier heb ik ook een poos geleden. Oh ja! Ik wil zeggen, hier heb ik een poos geleden ook heel veel gelost. Er staat nog wat. Zo, nu gaan we terug. Ik kom er helemaal in, jongens, in mijn Duits. Dat wordt wat vandaag. Dat is was. Dat is was. Heute, oh ja, heute was dat. Dat is was heute. Nee, dat is hem ook niet. Het is dan vervelend om te kijken zo, van links naar rechts, van links naar rechts. Ja, ik kan niks doen, ik moet toch in de spiegel kijken, hè. Spiegel. Nou, en nu maken we hetzelfde bochtje weer, maar dan terug. Kijk, hier langs gras op met bumpertje. Niks aan het handje. En hier gaat net, kijk, koek is die man. Duits is echt top, jongens. Maar we lachen vandaag. Nou, hey. Alsof ik het vaker heb gedaan, hè? Weet je wat ik wel knap vind? Die gasten die chaletten rijden. Moet kijken hoe breed deze zijn. Ze zijn wel hier gekomen. Hoe dan? Nou hoop ik dat de slagboom ook wel weer open gaat. Dus dan pakt hij hem niet altijd heel goed. Oh! Hallo! Zit iemand met me mee te kijken? Tot ziens! Auf Wiedersehen. Wij moeten oefenen, hè, vandaag. Zo, dat was de camping. Tot ziens, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir. Wel eens van dit plaatsje gehoord? Wels Eind. Oh, jullie waren er alweer. Nou hoor ik jullie vragen, wat gaan we eigenlijk nog meer doen vandaag, Johan? Nou, dat vind ik op zich een hele interessante vraag. Die kan ik jullie beantwoorden. Zo, dat ging snel, hè? Die kan ik jullie beantwoorden. Wel nu, wij zijn nu onderweg naar Dussen. En dat is voor jullie wel een bekend adres, hè? Want daar zijn we in voorgaande vlogs al veel vaker geweest. Daar gaan we laden voor meerdere adressen in Duitsland. Daar gaan we laden voor... Het plaatsje Vierse, Kaarst, Neuss en Kevelaar. En voor Veenendaal. Er zijn 5 adressen, maar ik heb 7 bonnen. Want ik moet ook nog 2 klusjes laaien die ik bij ons aan het eind van de dag op de zaak moet lossen. En die staan op de Friese... Ja, ik ben Duits aan het oefenen, maar dit sloeg helemaal nergens op natuurlijk. Ik wilde zeggen, het zal waarschijnlijk niet allemaal bij elkaar op één plek staan. En een beetje pech moet ik 5 keer de auto verzetten daar. Maar ja, het is niet anders. Het is wat het is. Ja. Jongen, ik heb koortslip.
Hebben jullie dat ook wel eens? Wat is dat eigenlijk, een koortslip? Ja, ik weet wel wat het is, want ik heb het nu, maar waar komt dat vandaan? Vraag ik mij af. Het komt van binnen. Dus je lichaam ruimt iets op. Dat snap ik wel, maar wat is die aan het opruimen? Wat ruimt die op? Weet iemand dat misschien? Kan iemand me dat uitleggen? Vind ik best wel interessant om te weten namelijk. U kunt me dat laten weten in een reactie onder deze video. Oh ja! Kijk eens, daar hebben we mijn grote vriend Arend van de Bovenkamp. Die heeft in de gaten dat er wordt gefilmd. De grote glimlach zet hij op. Hij gaat in koeken wat hij laden moest, ja. Nou, ik ga even wat papieren ausvoelen. En dan zometeen de rest laden, want ik moet eventjes wachten totdat het klaar is. Het is hier een drukste van je welst, joh, al die auto's. Maatje! Trouwens, hè, kennen jullie deze man al? Deze man, die staat ook op YouTube. Als jullie nou mooie films willen zien van motortocht, hè? Motortocht, ja. Hij gaat overal erin, dorpjes, dijkjes, steden, maakt allemaal niet uit. Daar filmt hij. Die kan je vinden op YouTube onder Opa de Lange. Ed. Ed. Oh, Ed, heet je Ed? Ed. Oh. Ed. Ed Opa de Lange op YouTube. Gaan we allemaal kijken, leuk. Ga verder, ook mijn haast gebroken. Doei! Een vreugdedansje. En dan maar hopen dat hij de moed opslaat. Ja, denk het wel. Het heen en weer gerijd tussendoor, dat is ook wat toch? Goh, schiet er een heftruck achterlangs. Zo hard reken ik niet. Nou, één klusje laaien en dan zitten we vol. Weet je wat het is? Het is een mooie pallet als je voor Nederland laai. Kun je alles een beetje stapelen. Maar voor Duitsland is dat niet handig. Moet je eigenlijk beneden de luiken blijven. Maar goed, het is niet helemaal gelukt. Ik heb best veel. Kijk, er staat wat bovenop. Spanbandje eromheen. Maar het eerste adres, dat is maar net een klein stukje over de grens. Dus tot daar durf ik het wel te gokken. En als we dan daar komen, dan zetten we wat er bovenop allemaal staat, zetten we eraf. En dan gaan we verder Duitsland in, dus het moet goed komen. Op naar Duitsland. Nou, dat duurde eigenlijk weer langer dan dat ik gehoopt had eigenlijk. Maar ja, dat kwam. Twee klusjes stonden nog niet klaar. Die waren eigenlijk voor morgen. Dus ja, dan kan je de fabriek niet kwalijk nemen. Ze gingen het wel snel voor me klaarzetten, maar ja, daar moest ik dus even op wachten. Plus die auto 5 keer zetten en puzzelen. Maar goed, we hebben het weer op. Nou, gehen wir nach Deutschland! Let's go! Hoe zeg je dat in Duits? Forwards! Let's lassen we gehen! Jawohl! Hey, kijk eens! Het zonnetje schijnt.
wel even lekker een paar uur zitten. Wouters. Van Basten. Wordt dit in bevestiging? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Ja! Marco van Basten! Nederland, oh Nederland. Schade Duitsland. Yo, jij komt eraan. Jij komt eraan. Yo, jij komt eraan. Ik rijd de file voorbij. Ik rijd de file voorbij. Hai. Ik rijd de file voorbij. Welkom bij de taalkursus Leer Duits voor Beginners. Door Tom. Guten Tag. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Nein. Nein. Bitte. Bitte. Danke. Danke. Entschuldigung. 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 Das begrijp ik niet. Ich verstehe nicht. 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 Das sage ich, ich verstehe dich nicht. Wo ist? Wo ist? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet wie das? Wie viel kostet die condome, Tina? Wie? Zeg nu de Duitse woorden die je gevraagd worden. Goedendag. Guten Tag. Tot ziens. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Nee. Nein. Nein. Dat is toch nee, hè? Nein. Alsjeblieft. Bitte schön. Entschuldigung. 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 Dat begrijp ik niet. Entschuldigung, Entschuldigung. Das verstehe ich etwas nicht. Hoeveel kost het? Wie viel kosten das? Wie heißt du? Wie heißt du? Mein Name ist... Unterwegs mit Johann. Waar kom je vandaan? Woher kommst du? Woher? Woher kommst du? Kommst du. Ich bin aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden gefahren. Ich bin aus den Niederlanden. Ja. Ich bin aus den Niederlanden. Ja, ja. Nou weten we dat wel, hè? Zou je wel willen. Nou, dat was een les Duits. Ik ga dat redden vandaag. Hallo. Wie geht's? Ich komme. Steine abladen. Danke. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und bis nächste Mal. Tschüss. In Deutschland, da wird anders gesprochen, dann bei uns in Nederland. Guten Morgen ist guten Morgen. Gute Nacht ist gute Nacht. Moeten wij als vrachtwagenchauffeurs, zodra je de grens over bent, de eerste beste mogelijkheid dat je kan stoppen, parkeerplaats, benzinepomp, moet je stoppen en dan moet je de landcode op de tachograaf veranderen in Duitsland of in een ander land waar je dan op dat moment bent. Waarom dat moet? Ja, het heeft met de cabotagewet te maken. En dat is een lang verhaal, dat ga ik nu niet uitleggen. Ja, maar waarom niet, Johan? We hebben alle tijd. Ja, ik snap dat jullie alle tijd hebben. Jullie zitten lekker op je bankje, onderuit gezakt. Een zakje chips erbij. Dus ik had dat eventueel uit kunnen leggen. Ja, maar Johan, in die tijd dat je dat nu allemaal zit te vertellen, had je het ook uit kunnen leggen. Ja, had gekund. Gaan we niet doen. Wij gaan drukken op oké. Okay. Plaatsen, oké. Okay. Beginplaats. Oké. Okay. Nou, oh, terug Duitsland. Oké. Okay. Veranderingen opgeslagen. Nou, dat is goed. Dan kunnen we weer verder. We beginnen iets te dagen. Ik denk dat ik hier wel eens ben geweest. Ja hoor. Hier rechts hebben we
bouwen und leben. Ik dacht dat ik bij een particuliere terecht zou komen, jongen. Ik ben hier al heel vaak geweest in het verleden, maar al lang niet meer. Toen was het zo dat ik linksom eromheen moet rijden, maar volgens mij ben ik niet eens. Enige. Maar dat geeft niet, dan wachten we gewoon eventjes. Kan ik ondertussen vast die spanbanden eraf halen? Collega's, papieren. Had hij zo'n dossier? Ja. Dankjewel, hè. Beetje krap hier allemaal. Hij zei, kom er maar even op tegen het verkeer in. En dan kan je naar achteren toe en dan kan je daar lossen. Maar nou is de kunst om even weg te komen hier. Ik ga even achteruit pielen. Ja, dankjewel. Nu gaan we naar Kaarst, dus kunnen we even een stukje rijden. Het is echt chauffeurtje zo, hè. Echt chauffeurtje, hoor. Een armpje uit het raam. Stoer kieken natuurlijk, hè. Stoer kijken. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. La 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 la. La 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 la. Ik ken de tekst niet. Dat is me goed ook, denk ik. Stom. Op naar Kaarst. Let's go. Gain we gain. Los again! Los! Have I really been so crazy too? To think your love was mine? Serenading. Ja, de rest waar we nu heen gaan. Cupers in Kaarst. Daar ben ik in het verleden ook al heel vaak geweest. Dat is ook een bouwmarkt, bouwgroothandel. Maar daar staat zo'n friettentje buiten. Nog hadden we geen friet eten, maar we zijn in Duitsland. Dus we moeten eigenlijk wel een bokworst met broodje. Ha? Dus we gaan even koeken. Of die er is. Het is 1:15, dus dan kunnen we mooi eventjes een half uurtje schaften. En daarna weer door. Kijk, hier rechts moeten we zijn. Er staat op het bord wel Oostvaart. Maar daar gaan wij achteruit in. Daar staat er wel. Woestwonder. Dan gaan we eerst even lossen. Dan gaan we even Woestwonder halen. Met Zenf. Net, hè? Hallo, hier was ik. Ik ga eerst even melden. Want het zijn allemaal auto's. Het is kampplaats. Ik moest eerst eenmaal koeken. Koeken, ja. To sinking moons. Oh, I've been so blind. Ja, en zo snel kan het gaan, hè. Je kan ze maar beter kwijt zijn. We gaan eens even bij die bokworsten stuwen koeken. Goed appetit. Oh, joh. En brandworst met broodje, bitte. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ik heb hem even lekker in schaduw gezet. Ja, als we in Duitsland zijn, dan... Breutje met braadworst en zenf hoort daarbij, hè. Ik geef mij mooi even de gelegenheid om een vraag te beantwoorden. Ik heb een hele leuke vraag gehad. De vraag is, waarom heb ik dubbel lucht op de trailer?
Dan ga ik je uitleggen. Kijk, nou, sowieso deze trailer. Ik kom zo even op die banden terug. Deze trailer is sowieso al iets anders. Toen Jacco, de vorige chauffeur, deze trailer nieuw kreeg, heeft hij wat inspraak over gehad en hij heeft mezelf een beetje ontworpen. De schoot van die trekker staat ook verder naar voren, waardoor die trailer ook verder naar voren gaat. Ik heb ook geen steunpoten. Ja, ik heb ze wel. Kijk, die zitten daar, maar die zitten er achter. Normaal zitten steunpoten ongeveer hier. Nou, dat gaat dan niet meer draaien. Normaal draai je steunpoten zo op. En bij deze kan ik met de hand naar boven en naar beneden. Dat maakt dat het hele spulletje een beetje compacter is. Dan ben je heel erg wendbaar op krappe plekken. Nou, waarom ik dubbel lucht heb op alle assen, is dat ik kom natuurlijk heel vaak op krappe plekken en als ik dan ergens een binnenbocht moet nemen, dan draai ik heel vaak over tegels heen. En met dubbel lucht heb je meer draagvermogen, waardoor je minder snel de tegels losdraait, zeg maar. De meeste trailers van ons hebben allemaal enkel lucht. Zo, moeilijk woord. Boekie. Over boekie gesproken. De oplettende kijker onder ons weet wat ik daarmee bedoel. Hè, Camille? Hartstikke leuk. In ieder geval, ja, daar is het dus voor. Meer draagvermogen, minder kans op dat ik de tegels losdraai. Dus dat. Nou, ik ga snel de korte hozen aantrekken. En we gaan naar Neuss, Düsseldorf. Hebben we trouwens al mijn nieuwe stickers gezien? Die zijn mooi, hè? Oh, kijk die vette vingers. Ik had gisteren mijn zoontje mee van 6. Oh, kijk papa. Ik ga gelijk even schoonmaken aan de binnenkant. Het is bijna Duits. Miet. Unterweg. Miet Johan. Schitterend. I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. Seven seasons have come and gone. Kijken waar ik los moet. Warenaanname. Goedendag. Een groot pand. We hadden achterin zie ik allemaal lege pallets. Dat zal het wel zijn. Klingelen. Sta ik hier te wachten op een intercom? Die zit er helemaal niet. Het is gewoon voor de poort, denk ik. Die is gewoon open, dus ik denk dat ik gewoon naar binnen kan. Nou, het blijkt dus niet hier te zijn. Waarschijnlijk aan de voorkant op de parkeerplaats zijn ze iets aan het bouwen. Daar moet ik zijn, waarschijnlijk. We gaan even bellen. Op mijn beste Duits ga ik bellen. Let op. De rufnummer is ons niet bekend. Bitte überprüfen Sie die rufnummer. Poging nummer 2. Sprechen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signal. Danke. Tschüss. Ja, guten Tag. Sie sprechen mit Fahrer van Henke aus Holland. Aber ich stehe jetzt an die Parkplatz vom Bauhaus. En ik weet niet genau waar ik opladen moest. Kan ze zich me vielleicht terug aanroepen? Dankeschön. Nou, dat ging prima goed. Alleen ben ik er niks mee opgeschoten, want nu weet ik nog niks. Nou, ik krijg elke keer de voicemail en die vent zegt hupplepup lem. En dit is Gartnerbedrijf Lem. Dus dat moet goed wezen. Voorzichtig het hekje in, een ruimte zetje.
En zoek hier gewoon even een mooi plekje neer. Nee, op. Kijk. We komen er wel. Kijk, daar staat meer schelvisspullen, dus hier ga ik hem bijzetten. Zo ben je best nog wel eventjes bezig voor één pelletje. Maar ja. Het belangrijkste is dat hij is gelost. En op de juiste bestemming. Dat is makkelijk, hè? Gewoon de 57 even af, helemaal naar beneden zo, richting Nederland. Even een stuk sneller af, kevelaar, lossen. Moet je kijken, 57 stoppen is sowieso wel een klote weg. 1 uur 10 vertraging. Oh, je mag hier niet inhalen. Ik zit, dus dan moeten we even een andere route kiezen. Loop dood. Moet ik de vooruit in of achteruit in? Oh, ik kan rondrijden. Nee, loop dood, zei hij. Rook er maar eens even achteruit in, denk ik. De meeste kans dat we weer goed weg kunnen komen straks. Door het verkeerd bedienen van mijn camera heeft hij geen beelden opgenomen. Dus geen beelden van het achteruitrijden in het kleine straatje. En ook niet van het lossen. Wel jammer, want op de Lieverschein stond aanlevering met kleine LKW. Dus aanleveren met kleine auto. En ik kan je vertellen, er was echt een plek voor een kleine auto. Veel bomen. Maar ja, het is wat het is. Ik rijd nu weg uit Kevelaar. Polizei! Althans, ik vond hem leuk. Ik rijd nu op het laatste stukje hobbelige autobaan, namelijk de A57 van Keulen tot aan Nederland. En het is me goed dat we op een gegeven moment
eromheen zijn gegaan, want er stond op een gegeven moment anderhalf uur vertraging. Wat er gebeurd was, ik wijs het als niet. Maar dat maakt ook niet uit. We zijn eromheen gegaan, niet veel om en het heeft hartstikke goed gelopen. Ja. Ja, vond je dit nou echt niet leuk? Onderaan de video, druk op het duimpje naar beneden. Dat mag, hè? Maakt me echt niks uit. Ook dat hoort erbij. Maar vond je hem wel heel leuk? Druk dan op het duimpje omhoog. En als je dan toch zit, balkje, abonneren. Druk daar even op. Dan komen er een paar dingetjes tevoorschijn. En druk maar even op het belletje van alles. Dan ben je gelijk op de hoogte als er een nieuwe video wordt upgeload. Upgeload. En geloof me, er worden de komende maanden een paar dingen upgeload. Hoor. Ik moet ze nog wel maken, maar dat maakt niet uit. De intenties zijn er. Als dit nou niet lukt, dan moet je even een account... Nee, je moet helemaal niks. Dan mag je een accountje aanmaken. Dat kost helemaal niks. Gewoon even registreren bij YouTube. En dan kan je reageren op video's. En dan kan je abonneren bij allerlei mensen dingen. Hierna volgt nog één raadseltje. En dan ben ik er helemaal klaar mee met vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk. En tot de volgende video. Doei! We hebben hier twee stenen. Deze raadseltje. Twee stenen. Bij elkaar kosten ze 1,10 euro. Deze steen is een euro duurder dan deze steen. Wat kost deze steen? Ja, ik zal het nog één keer herhalen. Want anders moet je vanaf de bank in je luie zit zo met die zak chips en de afstandsbediening terugspoelen. Dat is allemaal lastig. Ik doe het gewoon nog een keer. Twee stenen. Bij elkaar 1,10 euro. Deze steen kost 1 euro duurder dan deze steen. Wat kost deze steen? Antwoorden in een reactie onderaan deze video. Lijkt me leuk. Ik ben super benieuwd.